Drie enthousiaste gepensioneerde leerkrachten vatten het idee op om een interactief muzikaal theatergezelschap op te richten onder de naam 3L. Hun eerste theaterstuk Vreeltje, een verhaal van een geheimzinnig beestje dat tijdens een onweer gevonden wordt en terechtkomt in de mensenwereld, werkten ze uit specifiek voor personen met dementie. In het woonzorgcentrum in Gent deden ze een try-out. Zelf waren alvast heel enthousiast. Het was heel leuk. Heel wat leuk. Heb je allemaal gezien? Wat heb je allemaal gezien? Ja, dat weet ik al. Maar ik heb van alles gezien. Is er nog een liedje dat je onthouden hebt? Welke liedjes hebben ze gezongen? Ja? Nee. Dat weet ik niet meer. Na het optreden werd het geheel deskundig besproken en geëvalueerd door de medewerkers van het expertisecentrum voor dementie Paradox. En in het bijzonder Christian Verhelst, de coördinator van het expertisecentrum. In de eerste instantie, zelf nog los van de voorstelling, vind ik het heel mooi initiatief om ook aan de doelgroep van personen met dementie te denken om daar een theatervoorstelling voor te maken, specifiek op hun maat. Dat vind ik al een heel positief aspect op zich. Tijdens de voorstelling, hetgeen dat enorm heeft aangesproken, en dat zagen we ook effectief aan de mensen, de rode draad die dat erin zit met de verschillende liederen. Dat werkt. Mensen zingen mee en behouden daardoor ook hun aandacht. Dus dat is voor mij toch wel een heel belangrijk gegeven in de voorstelling. Ik wil je zeggen, muziek spreekt aan. Music for Life. Wat betekent Music for Life voor jullie in deze organisatie vandaag de dag? En voor het expertisecentrum staat dat natuurlijk buiten kijf. Dat is mijn ene hoedanigheid. En voor het woonzorgcentrum is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Wij krijgen hier ook heel veel personen met dementie. En wij proberen ook een kwaliteitsvolle manier van omgaan voor hen te voorzien. En muziek is daar gewoon een heel belangrijk aspect van. Samen zingen, samen luisteren naar muziek, samen muziek beleven met allerlei instrumenten. Wij hebben hier ook een zanggroep in huis. Met personen met dementie die begeleid worden door iemand op de piano. Dus muziek is eenmaal iets binnen het leven van personen met dementie. Maakt deel uit van dit leven en van de goede zorg aan personen met dementie. Absoluut. En eigenlijk is dat niet anders dan voor ons. Muziek is een deel van het leven van mensen en personen met dementie blijven mensen. Niet alleen voor de bewoners was het theaterstuk een bijzondere ervaring. Ook de acteurs liet het niet onberoerd. Ik vond het heel leuk. De interactie met het publiek is eigenlijk veel beter meegevallen dan wat ik ooit had durven dromen. Zeer leuk, aangenaam, ja. Voor jou ook? Ja, er was een mevrouw zo die zo een verzorgster bij zich had en die een beetje moeilijk deed. En die heeft meegezongen met Singing in the Rain. Als ik met de regenbuis kwam, dan begon die mee te zingen. Die veranderde zo. Dat was heerlijk om te zien, ja. Vond ik wel. Ja. Wat doet Vreeltje? Vreeltje doet heel wat bij de mensen, hè? Ja, als ik op het einde rondga enzovoort, zijn er heel veel mensen die uiteindelijk heel blij zijn van hem eens heel dicht te hebben en te kunnen aaien en zo. Dat is, ja, is wel leuk. Want ik moet ervoor zorgen dat ik bij iedereen langs ga. Dat is heel belangrijk. Bij kindjes is dat ook zo. Dus we hebben er al wenende kinderen gehad van ik heb de kans niet gekregen om Vreeltje te strelen. Om terug te doen? Absoluut. Voor mij wel, ja. Wat mij betreft ook, zeker weten. Aan de hand van de ervaring die ze bij dit optreden opdeden en de verkregen feedback, zijn ze van plan het theaterstuk te verfijnen en aan te bieden aan geïnteresseerde woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor mij mogen ze blijven spelen.